iedere dag weer komt de klus terug. Schitterend. Elke ochtend lekker weer vroeg je bed uit. Heerlijk op het strand. En ja, dan kom je aan in de chaos. En als je een paar uur verder bent, dan is het weer spik en span. Het kan 4 uur zijn, 's morgens beginnen, het kan 5 uur zijn. En ja, eigenlijk moeten we wel om 9:30, 10 van strand af zijn. Want ja, dan komen de bezoekers. Zonsopkomst, dat is schitterend. Je start in donker en dan zie je het zonnetje komen. Ja, dan begin je gewoon vanzelf te lachen. Het is in principe een mes die snijdt een laag zand van het strand af. En dat zand komt op een mat. En die mat die klopt het zand er weer uit en die neemt het vuil weer mee naar boven. Dus dit gaat de container in. Dan halen we ongeveer een volle 20 kuben pestcontainer vol met vuil halen eraf. Blikjes, handdoeken, waar ik een hekel aan heb, flessen. En dat is echt glas, dat is gewoon finest. Die machine, die heb je kans dat die het glas kapot slaat. En er blijven altijd kleine scherfjes over die de machine niet mee kan nemen. En als je dan met je kindje of je loopt zelf, loop je over het strand, ja, dan heb je een stuk glas in je voet. Zo'n 300 tot 350 prullenbakken worden er geleegd. Dat zijn jongens eigenlijk die het ook een beetje voor de conditie doen. En die rennen dus hard van de ene bak naar de andere bak om een zak eruit te halen en weer een nieuwe zak te doen. Ze staan er ongeveer in totaal 300 op het strand. En die moeten gewoon elke dag leeg. En er komt de lap zand voor de strandtenten nog eens bij. Zorg voor zo min mogelijk glas op strand. Probeer je peukies netjes in de vuilnisbakken te doen. En ja, als je wat meeneemt naar het strand, neem het dat ook weer een beetje mee terug. Het is toch eigenlijk wel weer super fijn als je eraf gaat dat het er zo'n bejaardwagen bij ligt en ergens alle bakken weer leeg zijn en de mensen weer gewoon een schoon strand hebben.